Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een challenge. Ik ga mij vandaag helemaal opmaken met alleen maar our spirit fingers. Mijn handen. Ik gebruik nooit mijn handen voor niks. Ik gebruik altijd mijn spons, mijn make-up spons. Ik gebruik mijn blenderful. Ik gebruik al mijn kwasten hier. Ik heb er een heleboel, dus ik heb ze niet voor niks. Het enige wat ik aanbreng met mijn handen is primer en skincare. Voor de rest gebruik ik van alles, of een spons of mijn kwasten. Dus dit wordt echt een uitdaging voor mij. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die wel heel vaak hun handen voor van alles gebruiken. Ik ben niet die persoon. No. Ik gebruik mijn handen niet. Ik vind het ook echt een akelig gevoel als mijn handen vies zijn. Ik vind het echt helemaal niks om mijn handen te gebruiken. Dus ja, wordt een beetje een gedoetje voor mij. Maar ik ga dus echt gewoon mijn hele full face make-up doen. Met mijn handen tenminste, wat ik met mijn handen kan doen. Zoals je kunt zien, ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Die doe ik altijd voor elke video. En ik kan niet mijn wenkbrauw doen met mijn handen. Dat is like basically onmogelijk. Dus we doen gewoon alsof mijn wenkbrauwen niet bestaan. En voor de rest niks. En ja, dus ik ga me gewoon helemaal opmaken met alleen maar mijn handen. Dit was een video idee van een van jullie. Dus bedankt voor het ideetje. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké mensen, ik vind dit is echt helemaal niks jongens. Oh my god. Ik hoop dat het een beetje goed zal gaan. Verwacht ook vandaag een niet al te heftige glam look, want that ain't gonna happen. Vandaag wordt het gewoon een makkelijke, naturel, basic look, omdat ik dus echt alleen maar mijn handen kan gebruiken. Dus ja, ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Dit doe ik sowieso altijd gewoon met mijn handen, dus dit is niet echt moeilijk. En ik gebruik hiervoor mijn Milk Hydro Grip Primer. Deze is heel erg fijn, is hier alleen helaas niet te koop. Ik heb die gekocht bij Sephora. En dan smeer ik hiermee mijn hele gezicht in. Echt normaal, het enige wat ik doe met mijn handen is dus primer en mijn dagcreme. Voor de rest doe ik letterlijk niks met mijn handen. Ik weet niet of ik de enige ben die dat heeft, maar ik vind het echt gewoon een super akelig gevoel als mijn handen helemaal vies zijn. Ik moet ze ook altijd weer gelijk schoonmaken en zo. Dat is gewoon hoe ik ben. Ik weet niet of iemand anders dit ook heeft, maar I cannot handle it. By the way, het is hier een beetje bruin zoals je kunt zien. Dat is niks raars. Dit is gewoon een gezichtsbruiner die hier is blijven hangen. Foundation. Ik ga gewoon eentje aanbrengen die niet veel dekt. Want dan is het gewoon super makkelijk om het mooi en egaal aan te brengen met mijn handen. Ik heb hier de Pretty Fresh van Colourpop. Deze heb ik in de kleur Light 7W. Deze heeft een lichte dekking. Is echt super mooi. Hij is ook echt heel fijn voor de mensen die gewoon meer een naturel look willen. Alleen Colourpop is hier ook weer niet te kopen. Je moet die echt bestellen op hun site. Blijf onder de 22 euro. Dan hoef je geen douane te betalen. Maar deze ga ik dus gewoon aanbrengen met mijn handen. Oh my god. Ik heb gewoon hier een beetje gepakt. Oeh, dit voelt zo raar. Dit doe ik echt nooit, jongens. Wat ik wel eens heb gehoord in video's, is dat mensen het vaak met hun handen aanbrengen. Want dat is dan fijn, want je handen zijn een beetje warm. En dat is dus fijn voor de make-up, want die blendt dan helemaal in je huid. By the way, deze kleur is echt te licht voor mij. Ik had daar even niet bij stilgestaan, maar de kleur is te licht voor mij, jongens. Oh my god. Ik ben nou een beetje bruin, want ik heb gebruind. Dus ik stond er even niet bij stil dat de kleur helemaal niet zou gaan matchen. Maar maakt niet uit, we maken er gewoon iets van. Ik trek het gewoon door tot in mijn nek. Oké, mensen, nee, de kleur matcht echt totaal niet. Ik ga heel even veranderen. Ik ga mijn NYX Bone to Glow gebruiken in de kleur Neutral Buff. Dit is dus een andere kleur, die heb ik besteld, want deze is iets meer donker. Ik heb dus nou ook de kleur Medium Olive. Dit was die ik ook toen in mijn video had gebruikt. En deze matcht wanneer ik iets lichter ben. Maar nu heb ik dus Neutral Buff. Ik ga heel even dit eraf halen, want dit kan echt niet. En dan ga ik even opnieuw primen ook. En dan breng ik deze aan. Oké, ik heb het eraf gehaald. En ik heb even snel opnieuw gebruikt. Ik ga nu in met mijn NYX Bone to Glow. Dit gaat een stuk beter matchen. Dan ga ik weer dit insmeren over mijn hele gezicht. Ik doe ook zo een beetje deppen of zo. Alsof ik een spons gebruik. Ik vind dit echt vreselijk. Ik vind het echt niet mooi. Ik snap niet hoe mensen dit doen met hun handen, jongen. Nee, ik vind het echt nee. Oh, heel mijn handen ook weer helemaal vies. Mensen, ik ga echt de hele video klagen. Ik moet gelijk heel tijd mijn handen weer schoonmaken. Because, ja. Yeah. Ik ga dan ook maar gewoon voor de Bone to Glow Concealer. In de kleur vanilla. En ik breng echt maar een heel klein beetje aan, want ik heb geen zin om hier een uur te gaan blenden. Normaal breng ik echt veel aan, maar nou niet.
ik ga gewoon dit kleine beetje. Ik heb nog nooit zo weinig aangebracht. Voor heel veel mensen is dit normaal, voor mij niet. En dan ga ik ook de concealer blenden met mijn handen. Ook dit heb ik wel eens gezien bij video's dat mensen concealer blenden met hun handen. En dan blend ik het ook een beetje hier, want dan heb ik gelijk dit ook soort van geprimed. Ik breng ook even een klein beetje aan op mijn neus, dat doe ik normaal altijd. Ik was het nou even vergeten. Nou, de concealer blender ging op zich best goed, beter dan dat ik had verwacht. Dus daar ben ik wel blij mee. Kijk, ik heb de concealer nou helemaal geblend. Het is ook weer niet zo mooi als hoe het normaal is geblend, gewoon met mijn beauty blender, maar... ja, ik moet ervan maken wat ik ervan kan maken. Dan ga ik losse poeder aanbrengen, ook maar met mijn handen. Dit gaat denk ik echt helemaal niet makkelijk zijn. Maar ja, het moet gebeuren. Er moet poeder op mijn gezicht. Ik gebruik de losse poeder van Jeffree Star Cosmetics in de kleur beige. Ik ga ervoor zorgen dat ik geen creases heb. Dus ik doe gewoon hier een beetje deppen met mijn vinger. En dan pak ik gewoon een beetje poeder op met mijn vingers. En dan breng ik het gewoon daar zo op aan. Ik druk het gewoon zo erin. En dan gewoon een beetje zo blenden of zo. Ik weet niet nou wat ik allemaal doe, maar ik doe gewoon best. Nou, dat ging echt best wel goed, jongens. Het blendt gewoon zo helemaal zo floppy mee. Het blijft ook gewoon goed op de plek zitten. De poeder lukte het beste en dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat de liquids beter zouden gaan dan de poeder. Maar de poeder heeft ook echt de look een beetje gered. Het is nou echt helemaal mooi smooth. Je zou niet per se kunnen zien dat ik dit echt een halve bak met mijn handen heb aangebracht. Oké, ik doe ook altijd mijn neus en mijn wangen contour. Dat ga ik nou ook gewoon proberen. Ik gebruik mijn Revolution Contour paletje. En ik gebruik deze kleur hier. Ik ga dit gewoon echt heel lichtjes doen. Want ik heb nou niks om het mee te blenden. Dus ik pak gewoon een klein beetje zo op mijn vinger. En dan doe ik gewoon alsof ik het hier een beetje contour of zo. Maar echt maar heel lichtjes. Want ik heb dus nou niks om het echt goed mee uit te blenden. Dus als ik nou te veel aanbreng, dan is het gewoon te veel. En dan kan ik het er niet afhalen. Dus ik doe gewoon heel voorzichtig. En dan een beetje blenden met een schone vinger. En dan kijken of ik er iets van kan maken. Nou, dat is op zich best gelukt. Kijk, jongens. Mijn neus is soort van een beetje gecontourd. Gewoon heel lichtjes. Dan pak ik ook weer een beetje met twee vingers nou. En dan ga ik ook een beetje hier contouren. Dat doe ik ook altijd. En ook weer nou breng ik gewoon een heel klein beetje aan. Want nogmaals, als je te veel aanbrengt, dan kun je echt bijna niet meer terug. Ik breng het gewoon aan en dan blend ik het weer een beetje met een schone vinger. Oh mensen, dit heeft gewoon echt nut. Ik ben echt impressed. Het blendt gewoon... op zich best wel goed mee. Oké, ik ga nou even beginnen aan de ogen. Verwacht niet te veel van de ogen alsjeblieft. Ik heb hier twee producten van Pixi. Ik heb hier de Pixi Shade Stick. Dit is gewoon een bruine glanzende oogschaduwstick. Zoals je kunt zien heb ik hem al vaak gebruikt. Ik gebruik die vaak bij mijn everyday looks. Gewoon een beetje snel opdoen. En dan ben ik klaar. Ik heb ook de Pixi X Maria Maculage of zoiets. Liquid oogschaduw. Dit is een beetje een mooie glanzende kleur. Dit is de kleur Mirage. En die is zo heel mooi glitterig. En ik wil die misschien ook erop doen ofzo. Dus ik ga even beginnen met de stick. Stick. Normaal breng ik dan gewoon een nude poeder aan in mijn crease. En dan deze. En dan ben ik gewoon klaar. Dan heb je een super makkelijke ooglook. Maar ik ga nou gewoon proberen of ik die poederstuk gewoon kan overslaan. Oh, ik breng het nou aan met de stick. Wacht even. Ik moet het aanbrengen met mijn vingers. Oeps. Ik heb een beetje gepakt met mijn vinger. En dan werk ik het gewoon zo in op mijn ooglid. Ik ga niet te hoog. Ik bracht het gewoon aan met de stick. Wat doe ik? En dan maak ik mijn vinger een beetje weer schoon. En dan blend ik het een beetje uit. Nou, ik vind dat dit best wel goed is gelukt. Het is niet heel heftig, obvious. Maar het ziet er gewoon goed uit. Oké, nou wil ik het iets heftiger maken door deze liquid glitter oogschaduw erop te doen. Pak ik ook weer gewoon een beetje met mijn vinger. En dit druk ik er dan gewoon zo een beetje in. Love it! Kijk hoe cute het is! Nothing too much. Pixi is by the way te koop bij themakeupspot.nl. En ik raad allebei deze producten aan. Vooral de stick. Ik gebruik die echt zo vaak. Deze is zo makkelijk. Gewoon als je haast hebt. Gewoon makkelijk voor to go. I love it. Kijk hoe cute het is. Is dit niet echt de meest makkelijke ooglook ever?
Dus ik denk dat ik het gewoon eventjes hierbij laat. Iets wat obvious echt onmogelijk is om met je handen te doen is mascara en nepwimpers. Dus deze stap doen we ook gewoon even alsof het niet bestaat. Ik ga als mascara mijn Kruidvat Lash Define Skinny Mascara gebruiken. En voor mijn nepwimpers Glam Ambassador van Morphe. Dus deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik ben helemaal klaar met de ogen. Wimpertjes zitten erop. Lekker heftig weer. Ik ga even mijn gezicht proberen te bronzen met mijn handen. Ik gebruik mijn Benecos bronzer. En ik ga gewoon een beetje zo met mijn vingers over de hele bronzer. En even kijken of ik het gewoon zo een beetje kan aanbrengen. Blend, 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 blend. Oké, ik heb nou hier gebronst en hier niet. Dat ging op zich best wel goed. De poeder blendt gewoon goed mee met mijn vingers. Ik moet wel zeggen, dit zo met je handen doen kost echt extreem veel tijd. Oh my god, met een kwast gaat het echt een stuk sneller. Als blush gebruik ik mijn Colourpop blush in de kleur Between the Sheets. Dit is een beetje een mix van een cream en een poeder. Dus dat lijkt mij geschikt om met mijn handen aan te brengen. Druk ik gewoon zo'n beetje hierin waar ik altijd blush doe. Ik breng die ook gewoon vaak aan met mijn spons. En dan ga ik er gewoon zo in en dan druk ik het zo op mijn gezicht. Dus deze is echt ideaal om met je handen aan te brengen. Leek mij, maar nou ik het zo aanbreng, zie ik het inderdaad ook. Dit is echt de best blush ever voor met je vingers. Je kunt gewoon een beetje zo erin deppen, een beetje vegen. En het is gewoon helemaal perfect geblend, alsof ik gewoon een blushkwast heb gebruikt. Love it. Als highlighter heb ik er ook weer eentje van Colourpop in de kleur Lunch Money. En dit is ook weer zo'n cream slash poeder. Dus ook weer ideaal om met je vingers aan te brengen. En ik breng gewoon een beetje aan hier bij mijn jukbeenderen. En dan ook een beetje zo op mijn neus. En dan ga ik ook proberen een beetje aan te brengen in mijn binnenste ooghoek. Nou, ook dat ging best wel goed. I like it. Nou, dan ook nog lippen. Ook dit wordt obvious niet te heftig. Ik ga gewoon voor een glossje. Ik heb hier van Elf Cosmetics hun Juicy Gloss. Jelly Pop Juicy Gloss. Die is er maar in één kleur volgens mij. Watermeloen staat erop. En die ga ik gewoon eventjes zo aanbrengen met mijn vinger. Pak ik een klein beetje. En dan gewoon zo aanbrengen. Nou, dit is echt het makkelijkste tot nu toe. Het enige wat nog moet is fixing spray. Ik weet niet echt hoe ik dit ga moeten doen. Even kijken welke ik ga gebruiken. Ik ga denk ik eentje gewoon van de Action gebruiken. Deze blauwe hydrating. Maar ja, ik mag het niet zo aanbrengen. Ik moet het ook weer aanbrengen met mijn vingers. Ik ga gewoon een beetje zo op mijn hand sprayen. Ik weet niet of ik nou de hele make-up ga verpesten. Ik druk het gewoon zo een beetje in met mijn hand. Ja, ik verpest de make-up jongens. Oh my god. Even een beetje snel laten opdrogen. Nou, op zich ziet alles er gewoon nog goed uit. Ik ga gewoon dit aanbrengen als normaal. Zo, dan is de look off. Oh my god, ik heb dus echt alles gedaan met mijn vingers. Nou, ik ben op zich best wel blij met de look. Het ziet er allemaal goed uit. Als ik nou iets zou moeten gaan doen, dan was ik gewoon letterlijk zo gegaan. Het is niet dat ik nou iets heb van, ik kan zo echt niet over straat, mijn make-up moet eraf. Het ziet er allemaal goed uit. Vind ik dit echt geweldig en zou ik voortaan mijn make-up aanbrengen met mijn vingers? No. Ik hou er gewoon echt nog steeds niet van om make-up te moeten aanbrengen. Met mijn handen ook na vandaag weer niet. Maar ik vind dat op zich alles best wel goed ging. Ik was ook best wel in shock dat zoveel goed ging. Ik had het niet echt verwacht. Ik dacht echt mijn gezicht wordt een mes. Vooral toen ik net begon. Het ging niet helemaal zoals ik wou. Maar uiteindelijk is het toch allemaal best wel goed gelukt. Gelukt. Laat me weten wat je vindt van de look. En of jij een persoon bent die ook veel make-up aanbrengt met haar handen. En laat ons weten waarom jij dat dan wel fijn vindt. En wat dan voor jou beter werkt, want I don't see it. Ik zie niet waarom je je handen zou moeten gebruiken. Het is echt voor niks, het brengt niet beter aan of zo. Ik vind gewoon spons en kwast het veel beter doen. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!